De familie Meiland heeft afspraken gemaakt met de arbeidsinspectie, laat Maxime weten. Nu mogen Claire en Fifé wel weer in beeld in de reality-serie. Daar zit alleen wel een kleine maar aan vast. Zo mogen in beeld, zolang ze niet bewust het middelpunt zijn, legt Maxime uit. Dat betekent ook dat je niks aan ze mag vragen. Ja, het is een gedoe, haha. Maar joh, ik ben allang blij dat dit kan. Het was echt geen doen om die meiden iedere keer uit beeld te houden als we gingen draaien. Voor de geboorte van Fifé besluit de arbeidsinspectie dat Claire niet meer in beeld mag verschijnen in Château Meiland. De reden, kinderarbeid. De familie is het daar echter niet mee eens. Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is. Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld, vertelde Erika destijds in een interview. Dus besluit de familie actie te ondernemen, samen met producent Talpa. Voor cultureel of artistiek werk, zoals een televisieprogramma, kan een uitzondering worden aangevraagd. In dat geval mag een kind maximaal 6 keer op televisie verschijnen. Dat geldt tot nu toe ook voor Claire en later Fifé.